Welkom bij een nieuw deel van de bouw van de Titanic van Hachette, deel 49. Hij is weer wat, wel een monument of zo. De film. En dit zijn de onderdelen. Even kijken wat erin zit. Dit is een groot pakket. En een zakje. Een stuk dek. Andere kant. Schroefjes, AP, stuk dek, nog een zakje en folie. Daar gaan we dadelijk iets mee doen, wat misschien wel leuk is om te vertellen. Zit hierin. Eén plaatje maar. Oh nee. Twee. Ik schrok al. Zit hierin. Elke keer verrassingen. Meestal zaten ze in plastic zakjes. Dan kon je zien wat erin zit. Twee. Schijnrubberen. Oh, ik denk dat ik wat al weet waar hij is. Die kan even opzij. Die kan even opzij. Ik zal de AP schroefjes er even uithalen. Hoef ik dat dadelijk niet te doen. Zo, er zijn er wel aardig wat. Zie ik. Dan beginnen we met het dek te. Zo, deze komt hier, er komt hier ook nog wat, komt later denk ik, past dat? Ja, dat gaat passen. Mesje. Proberen. Om min mogelijk met je vingers aan het plakgedeelte te zitten. Zo. Haakjes komen mooi uit. Andere kant. Terug. Die komt dan hier. Oh. Het, hier is een opening tussen.
Eigenlijk goed. Dan. Daar komt het. Het wordt ook steeds moeilijker om het in beeld te krijgen. Ik moet die metalen plaatjes pakken. Die leggen we even hier neer. Dan pak ik het andere dek erbij. Hier achter me. En. Die komt hier. Pak nog even een doosje. Dan leg ik hier waar die David zit. Die is erg kwetsbaar. Oeh, en mijn trui. Zo. We kunnen grote dingen er ook onder leggen. Dan leg ik hier onder. Die komt zo. Zo. Pakken we een schroefdraaier. AP schroefje. Vast. Zit. Nog een beetje seconde lijn. Die ijzeren plaatjes. Die moet als het goed is precies eroverheen passen. Ja. Pas precies. De andere kant ook. Zien jullie het nog? Ja. Denk ik dat ik de volgende keer dat grote ding naar een andere camerapositie moet gaan toepassen. Zie je op? Zie je op? Hop! Te ruw. De tanden staan ook een beetje weghalen. Doe ik hier. Zo. Er zit er nog wat in. Hier op. Past ook goed. Nou. Dat hebben we ook weer gehad. Dan, daar komt het. En die weg. Lichter pakken. Leg ik weer achter me neer. Zo. Ja. Die kan ook weg. Die kan weg. Pakken we onze. Met de twee schoorstenen. Laat het zo staan. Nee. Die een beetje opzij. Nou komt er van die deze dingen. Die komen hier overheen. Ik denk dat dat ook omdat het die LED's die zijn. Waarschijnlijk te fel. En met dit. Nee. Zo. Dan wordt het licht een beetje gedimd.
Vond er dan zo bovenop. Ja. Die andere komt hierop. Ja. En dan komen die folie dingetjes. Staat hier. Volgens mij moet ik met. Even kijken hoor. Met deze moet ik beginnen. En die komt. Even kijken waar die komt. Die komt aan deze kant. Komt hier erin. Om hier op te liggen. Dan heb ik ze bij sommige YouTubers heb ik zitten zien te pielen. Om dat erop te zien te krijgen, maar ik heb een maniertje. En die zal ik even laten zien. Ik moet even een pincet pakken, ik weet niet. Dus ik ben zo terug. Zo, ben ik weer. Een paar pincetten gehaald. Dan heb ik vroeger bij een elektrotechnisch bedrijf gewerkt. Die maakte zelf schakelkasten. Enzovoort, en kleinere kasten, grotere kasten. En in het begin deden ze er gewoon van die reclamepakketjes opschroeven. Maar later werden dat gewoon stickers. En die moest ik dan wel eens plaatsen. Als die schakelborden aan boord van schepen gezet werden. En dan heb ik me van een oude collega natuurlijk geleerd. Moet je een beetje water, een beetje sop erin. En dan insmeren en dan kun je dat, die sticker kun je nog een beetje schuiven. Oké, en dat ging prima. Nu heb ik wel water. Maar geen sopje. Ik zal even mijn bril opzetten, zie ik het beter. Dus ik smeer dat gewoon lekker in waar die moet komen. Zo. Ik weet niet of het gaat lukken hoor. Het is alweer een tijd geleden dat ik dat gedaan heb. Pak ik die sticker. Zet je. Nou, dat gaat gebeuren. Als het goed is, moet die sticker dat een beetje glijden. Het plakt heel erg. Maar dit lukt niet helemaal. Misschien moet ik de sticker zelf ook wel indopen. Ik heb wel eens een YouTube-filmpje. YouTuber en die deed het ook zo. En dat ging heel goed. Misschien. Ja. Ik moet de sticker dus ook pak tanden stoken. Ik denk het een beetje aandrukken. Waterstaafje. Een beetje vocht. Ook een beetje wegdrukken. Ik kan de sticker nog een beetje bewegen. Een beetje laten drogen. En dan zal het water eruit is. Dan zit de sticker, die zit vast. Als het water verder verdampt is, dus die hebben we gehad. Dan komt de volgende. Die zit natuurlijk hier. Dat is L. Die zit hiernaast. Die ook nog even proberen. Hier. Toch wel.
Zo, die komt zo. Weer een beetje water. Moet die ook het water dopen? Hoppakee. En dan schuif je hem er zo in. Maar natuurlijk aan die pincet plakken. Nou, dit gaat toch wel sneller dan al die andere figuren dat deden. Het moet natuurlijk wel helemaal goed droog of verdampt zijn. Dan blijft zo. Dus beter blijft die sticker zitten. Nou, ik ga de rest ga ik ook doen. Dat is een beetje te veel werk om te laten zien. En als ik klaar ben, dan kom ik weer terug. Tot zo. Zo, de laatste sticker. Wat ik ook doe. Dan blijft die pincet plakken. Even die pincet in het water dopen. Stikkertje erin. En schuif hem maar. En die. En een beetje naar boven drukken. Het stikkervelletje is leeg. Nou deed ik het eerst met een wattenstokje, maar ik vind dit van een doekje, keukendoekje. Makkelijker. Ja. Een beetje aandrukkingen. Dan heb ik volgens mij moeten er nog meer stickers in. Die zullen er wel later komen. Even laten zien waar. Hier zitten ze gesloten, hier ook. Maar hier zit nog geen stickertje. En hier zit nog geen stickertje. Dus die zullen dan wel. Of hier komt nog wat. Nee, hier zit ook een raampje. Dus hier zitten twee raampjes. Dus hier moet nog een stickertje en hier moet nog een stickertje. Ik denk dat die later komen. Dus het gaat heel snel. Dat stickeren. Moet wel eventjes dat goed droogt. Dan blijft het gewoon zitten. De stickertjes zijn erg plakkerig. Nou, dat was het voor dit deel. Nou, dat hebben we gehad. Ik denk dat die stickertjes later komen, want we mogen hem nog niet op het dek zetten. Dus dat komt dan later. Dan kijk wat er. Oh ja, dan heb ik een berg schroefjes over. AP. En dan staat hier, ik ken een beetje Duits, dat die AP die moet je bewaren. Dus ik denk dat die voor dit, dat ding zijn om later erop te schroeven. Dus die doe ik dadelijk in het zakje weer. En die bewaar ik gewoon weer. Even kijken wat de volgende deel ons brengt. Oké, dat is niet zo'n spectaculaire. Twee reddingsbootjes. Oh, twee? Ja, drie. Met twee kappies. Twee bankjes. LED-strip. Eén David, geloof ik. Die misten we nog. Ja, David. En. Nou, dat was het. Dus ik zou zeggen. Dat is een afgehoorde. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.